Remco van de Carp Specialist hier. Welkom op het schitterende Belsol. Een van de wateren die binnen ons assortiment nog wel eens een keer over het hoofd wordt gezien. En geheel onterecht als je het mij vraagt. Het is namelijk een water wat eigenlijk alles in zich heeft als je op zoek bent naar een water. Om met een stel vrienden een hele gezellige, mooie, rustige tijd te beleven. Het ligt schitterend midden in de bossen. Dat betekent overigens wel dat u niet te veel hoeft te verwachten van een 4G-verbinding. Dus het thuisfront, die moet u ouderwets met sms'jes op de hoogte stellen. Want het internetbereik is in alle eerlijkheid niet fantastisch. Maar daar krijgt u wel een enorme natuurschoon voor terug. En heel veel rust uiteraard. Het ligt op een fantastisch korte rijafstand vanuit België en Nederland. Waardoor het juist ook voor kortere sessies zoals een midweek of een lang weekend van harte geschikt is. En dat is ook hier mogelijk. Dit water bieden wij aan voor midweken, lange weekenden, eventueel ook voor weken uiteraard. Het is alleen exclusief af te huren. Dat wil zeggen, het water is 3 hectare en bieden wij aan voor een maximum van 3 vissers. Dus nogmaals, als u op zoek bent naar het water om met een stel vrienden af te huren, dan is het een fantastisch leuke optie. Ik zit hier nu met mijn vriendin Samantha. Niet-vissers zijn namelijk ook van harte welkom en dat zit ook nog eens een keer bij de prijs in. Wat ook bij de prijs in zit, is het gebruik van de boot. Die ligt hier, dus dat scheelt ook alweer wat ruimte in de auto. Hoeft u de rubberboot niet mee te nemen. En direct achter dit water ligt een faciliteitengebouw met daarin uiteraard de douche en toilet en stroompunten. En de eigenaar heeft ook nog eens een keer een stroompunt, middels een buitenstroompuntje hier aangemaakt, direct aan de stek. Dus direct achter de stek kunt u ook uw accu's en dergelijke opladen. Ik ga even snel de hengels gereed maken. De tent heb ik net alvast opgezet. Ja, dus even snel de hengels doen en een bakje koffie drinken. En dan hopelijk snel bij jullie terug met vis. Zo, hey, goedemorgen. We hebben heerlijk vannacht geslapen. We hebben besloten om niet te gaan vissen. Ik heb gisteravond al wel even gevoerd en heb ik vanochtend ook nog even gedaan. En verder hebben we gewoon besloten om lekker te gaan genieten van de rust en van de natuur hier. En dat de natuur volop aanwezig is, is wel te zien aan mijn gloednieuwe potje met wafters. Want een of ander beest heeft die in ieder geval vast heel erg lekker gevonden. Dus ja, jammer helaas. Maar ja, dat hoort er ook bij in de natuur, hè. Dus dat is een goede tip alvast voor mezelf en ook voor toekomstige gasten hier. Berg je spullen goed op, want je zit midden in de natuur. Dus er is van alles wat uit is op jouw aas en eten uiteraard. Dus dat is wel een goeie om dat in ieder geval goed op te bergen. Maar verder, net is nog voor een tweede keer gevoerd. En bewust de hengels nu nog niet te water. En dat doe ik eigenlijk steeds vaker, sowieso als ik met Samantha op stap ben. Kijk, voor haar is het, als niet-visser is het toch ook wel leuk om wat van de omgeving te zien uiteraard. En op die manier kunnen mijn stekken mooi wat rust krijgen. Dit soort wateren worden natuurlijk eigenlijk zo'n beetje 24/7 bevist normaal gesproken. En ja, mijn ervaring is gewoon dat als je de hengels te veel uitlaat en de stekken rust geeft en gewoon voer geeft, dat vaak in de praktijk eigenlijk meer vis oplevert in minder uren. Dus, en nog een tweede reden, hier aan de overzijde behoorlijk wat obstakels waar ik tegenaan vis. En ik vind dat gewoon niet verantwoord om dat 's nachts te doen. Dus ik ga voornamelijk in de avonden en ochtenden vissen. Gewoon een paar uur per dag. En daartussen geef ik de stek wat rust en wat voer uiteraard. En dan gaat dat hopelijk op die manier wat vis opleveren. Maar ik hoor Sebastian, de eigenaar, net aankomen. Dus die ga ik even gedag zeggen. Van ons verblijf hier. Een prachtig mooi puntgaaf schubje. Is voor heel even de mijne. En ze kwam van pal tegen de lelies. Dus het is even spannend om dan de vis te keren. Maar daarna was het geen enkel probleem om hem naar binnen te krijgen. Schitterend visje.
punt gaat, wat ik al zei. Hopelijk de eerste van velen. Maar het is mooi om te zien dat dan zo'n voerplek, die je dan een tijdje met rust laat, dat die dan zo snel de vruchten afwerpt op het moment dat je er daadwerkelijk op gaat vissen. Heerlijk zo, gewoon even in een paar uurtjes vissen, wat actie krijgen. Heerlijk, genieten. Snelle aanbeet. Net vandaag weer samen de hele dag te hort op geweest. En zoals ik al zei, op het moment dat de hengels eruit gaan, gaat er even wat voer op de plek. En op dit moment loopt er eigenlijk één hengel qua karper. Op de andere hengels word ik een beetje geplaagd door zilte. Dus alleen de hengel die bij de lelies ligt, levert op dit moment heel snel actie op. Nou, we hebben vannacht ook niet gevist verder. Dus wat dat betreft, hoor je me niet klagen, we hebben actie genoeg. Al een paar karpjes gevangen, ook een paar gewoon vooruit het net laten gaan. Het zijn allemaal, tot nu toe, allemaal van dit soort mooie slanke schubjes. Nog niet de echte topvissen, er zit zeker ook een heel mooi bestand aan dikkere vissen. Sowieso zit hier vrij veel schubkarpen. Alleen ik vang nu iedere keer de afgepaaide mannetjes. Nou, hopen dat er nog een van de dikke vrouwtjes langskomt straks. Maar al komen ze niet langs. We zitten lekker te genieten hier. Heerlijk in de natuur nogmaals. Prachtig plekje. Echt super ontspannen visvakantie zo. Helemaal geweldig. Deze jongen mag weer zwemmen. Zijn we weer terug op het mooie Belsol. Vanochtend toen we op pad gingen, toen kwam ik hier langs het begin van het water toen we richting uitgang aan het rijden waren. Toen viel me op dat daar een aantal vissen kort bij de kant aan het azen waren op een plek die je vanaf hier, eigenlijk kun je die vanaf geen enkele kant bevissen. Maar dicht bij het pad is een klein stekje tussen de rieten. Dus daar heb ik net op de terugweg even een paar handjes verkruimde boilies neergegooid en dan gaan we zo eens even proberen of we stalkend nog even een vis kunnen vangen. Dus ik geef het even een half uurtje, drie kwartiertjes de tijd. En anders gaan we hier het laatste nachtje vissen. Tenminste, laatste avond vissen, laatste nacht verblijven. En dan zit ons korte verblijf hier er alweer op. Hopelijk komen er hier nog ook weer een paar vissen op de kant. Ik heb vanochtend, denk weer een kilootje of twee, drie boilies en wat tijgenootjes en zo gevoerd tegen de lelies op die hotspot. En daar gaat ongetwijfeld nog wel vis vanaf komen. Helaas, het heeft niet mogen baten. Vanochtend had ik die kans moeten grijpen toen hij zich voordeed. Toen zat er behoorlijk wat vis hier in de hoek hierachter. Veel billenplakaten, kort bij elkaar. En nu is het zo dood als een pier. Ik zie helemaal geen teken van leven meer. Dus het was proberen waard, zullen we zeggen. Het spulletje hier gaat weer richting de vaste visplek. En hopelijk zo snel mogelijk weer richting die voerstek natuurlijk bij de lelies. En hopelijk levert dat snel weer een aanbeet op. Jullie zien het snel! En het zit er alweer op voor ons heerlijke korte verblijf hier op Belsol. En wat hebben we genoten hier van de heerlijke rust en de natuur om ons heen. Het is echt werkelijk waar prachtig hier. Ik heb eerder al een keer op Belforet en ook al een keer op Belvare gevist en nu Belsol. Dus alle drie de wateren die hier op dit domein liggen, tenminste er liggen nog veel meer wateren, maar de drie wateren die ook open zijn voor de visserij hier heb ik nu bevist. En het is, welke van de drie je ook kiest, het is van werkelijk waar prachtig. Heerlijk gezeten hier
Ook lekker wat actie gehad, helaas geen grote vis. Dat hoort er ook bij. En nogmaals, hier als je zo in de natuur zit, dan kom je gewoon heerlijk tot rust. Dus dat is, alleen daarom is het al absoluut de moeite waard om naartoe te gaan. Nogmaals, een absolute aanrader als je op zoek bent naar een water, om eventueel met een stel vismaten af te huren. Dan kun je lekker in alle rust en in de natuur hier gaan genieten van elkaars gezelschap. En hopelijk van de nodige actie die je zeker normaal gesproken wel te verwachten valt. Hopelijk is het ondanks de weinige vis voor de camera toch een leuke video geworden. En we gaan nu snel door naar het volgende water. Tot de volgende keer. Hoi hoi.